Goedendag, Martin Kokken hier van Bodyproof Calisthenics. Een keertje niet vanuit de gym gymhouten, maar vanuit mijn huis, vanaf de bank. Hey, ik wil even met jullie hebben vandaag over uh, opmerkingen of vragen die ik eigenlijk vaak krijg over mijn gezondheid en over mijn fitheid. Hoe ik dat allemaal doe en wat voor vooroordelen er wel niet allemaal over zijn. Voor, uh, vooroordelen als van, jij mag zeker helemaal niks meer eten. Jij eet alleen maar konijnenvoer. Jij staat de hele dag in de sportschool. Uh, jij sport de hele dag, elke dag. Wat eet je dan allemaal? Je moet er zoveel voor laten. Nou, dat zijn echt heel veel voorkomende opmerkingen en vragende opmerkingen, eigenlijk die ik, uh, die ik krijg. En bij deze, met deze video wil ik eigenlijk duidelijk maken dat het eigenlijk best wel meevalt waar ik allemaal mee bezig ben. Nou, maar even te reageren op die bovenstaande punten die ik net heb uh, genoemd. Ik Echt niet alleen maar konijnenvoer. Als je op is dat sla en rauwkost. en dat soort dingen is echt niet. Ik eet het wel, maar ik eet echt ook wel andere dingen. Ik sta echt niet alleen maar in de sportschool de hele dag. Hoewel het wel mijn werk is natuurlijk als personal trainer. Uh, sta ik er echt niet de hele dag. En ik sport al helemaal niet de hele dag. Wie houdt dat vol? Ik sport natuurlijk wel. Regelmatig. Vier, vijf, soms zes keer in de week. Omdat ik het heel erg leuk vind. En dan mijn lijf er ook om vraagt intussen. He, want ik, ben... ik sport natuurlijk al best wel lang. Um, en ik moet er zoveel voor laten, ik niet in ieder geval, stel je voor, uh, je houdt er wel eens van een biertje of je gaat wel eens uit eten, kan dat dan niet meer? Ja, als je fit wil worden, als je gezond wil worden of af wil vallen, natuurlijk kan dat wel. Alleen er zitten natuurlijk wel regels aan. Uh, je moet wel binnen een, of, ja, binnen een bepaald maximum aan calorieën uh, moet je komen, over een bepaalde periode gezien. Want als je, als je dat weet, als je weet hoeveel calorieën je binnenkrijgt, of je hoort te krijgen eigenlijk om niet aan te komen, dan kun je daarop sturen. Ja, heb je bijvoorbeeld, hè, zeker in deze tijd, is dus het mooi weer. Uh, heb je misschien wel een barbecue, heb ik ook wel eens. Dan hou ik daar op de dag rekening mee. Eet ik ietsje minder, krijg ik ietsje minder calorieën binnen, zodat ik s'avonds lekker niet al te veel hoef op te letten. Nou. En zo, zo werkt dat ook gewoon. Wil je nou geen calorieën tellen? Wat ik heel goed begrijp. Neem dan een coach of neem dan, neem dan iemand in de hand die je daarbij helpt, zoals ik bijvoorbeeld. Ik kan dat prima voor je uitrekenen, aan de hand van je leeftijd, je, uh, je lengte en je gewicht kan ik prima uitrekenen wat ongeveer je caloriebehoefte is en daar ga je dan onder blijven zitten. En heb je nou totaal geen zin om calorieën te gaan tellen, nou, dan heb ik ook nog een hele makkelijke app. Je, uh, die we kunnen gaan gebruiken, waarbij precies alle recepten in staan hoe je het moet maken. Super lekkere recepten, waarbij je eiwitten, koolhydraten en vetten ingevuld zijn en aan jouw persoonlijke doel uh, ingesteld zijn, zodat je daar in ieder geval niet druk over hoeft te maken. Nou, wil je dat allemaal niet? Probeer dan de 70-30 regel in te, uh, aan te houden. Stel je voor, je hebt drie maaltijden per dag. Je ontbijt, je lunch en je avondeten. En tussendoor doe je niks. Wel drinken natuurlijk, dat is al altijd heel belangrijk. Uh, maar tussendoor eet je niks. Dus heb je 21 maaltijden per week. Als je nou zorgt dat 70% van die maaltijden gezond zijn. Dus echt goed uh, voedzaam voor je lijf zijn. Dus genoeg vitamine, mineralen, vezels en dergelijke bevatten. Dan kun je 30% aanhouden van die 21 dat het iets minder gezond is. Ga je een keer uit eten? Ga je een keer sushi eten? Drink je een keer een biertje of een wijntje of wat dan ook? Heb je een keer een barbecue? Dan is dat helemaal niet erg. Van de 21 maaltijden, 30% daarvan, even zo uitgerekend, is ongeveer 7 maaltijden. 21 gedeeld door 3. 7 maaltijden in de week mag je daar dan aan spenderen. Wel binnen dat calorieën doel natuurlijk. Dat moet je dan wel even in de gaten houden. Dat als jouw calorieën doel om te zijn en te blijven wie je bent op 2500 zit... En je gaat drie, vier keer in de week op 5000 calorieën zitten, ja, dan ga je natuurlijk niet afvallen. Als dat je doel zou zijn. Dan ga je alleen maar aankomen in vetmassa. Nou, ik hoop dat dit een beetje duidelijk is geweest. Mocht je vragen hebben, stel ze hieronder in de comments. En dan antwoord ik daarop. Nou, mijn naam is Martin Kokken van Bodyproof Calisthenics vanuit mijn huis. Tot de volgende keer.